Rotterdam, de grootste haven van Europa en de zevende haven van de wereld. De haven wordt niet voor niets de toegangspoort van Europa genoemd. Jaarlijks komen er zo'n 30.000 zeeschepen de haven binnen. Van grote containerschepen, tankers, cruiseschepen tot aan kleine plezierboten. Op de haven werken maar liefst 385.000 mensen. De haven is dus enorm belangrijk voor ons land. In deze serie laten we zien welke schepen er binnenkomen en uitgaan.